Haar geschreven versie van haar e-book Handleiding LinkedIn is nog maar net uit. In dit interview vertelt LinkedIn-expert Corinne Keizer hier meer over. Hoe bent u op het idee gekomen om een handleiding te schrijven voor LinkedIn? Nou, dat idee is eigenlijk ontstaan omdat ik zelf ooit werkzoekend ben geraakt. In 2009 raakte ik mijn baan kwijt. En op een gegeven moment heb ik geleerd LinkedIn goed in te zetten en daarmee dus ook heel veel opdrachten uiteindelijk gekregen. En in 2013 had ik het idee gekregen van, nou, ik vind dat gewoon iedereen LinkedIn goed moet kunnen inzetten. Dus ik ben begonnen toen met die gratis handleiding weg te geven en dat is een beetje uit de hand gelopen. En waarom heeft u er dan voor gekozen om deze niet digitaal te maken? Mijn huidige boek heb ik laten drukken omdat ik merkte dat toch mensen heel graag iets in handen willen hebben. Als ik workshops geef, dan kwamen mensen met mijn handleiding helemaal gedrukt de klas binnen. Dan dacht ik van ja, dat vind ik gewoon best wel zonde. Dan kan ik beter een boek van maken. Is ten eerste ook veel goedkoper. Maar het is ook leuker om iets weg te geven. En dit boek is nog veel uitgebreider dan die gratis versie. En ook meer gericht op mensen die ook echt sales bijvoorbeeld uit of niet leads willen genereren. Dus niet voor de werkzoekende per se, maar voor een heel andere doelgroep is die gemaakt. Waarom vindt u LinkedIn zo belangrijk? Omdat LinkedIn echt een professioneel zakelijk platform is, waar je heel veel professionals kunt vinden, maar ook kunt ontmoeten. En waar je heel snel op de juiste plek de juiste mensen kunt vinden. Dus voor bedrijven is het een plek waar heel veel mensen zich profileren als werkzoekende, waar ze dus ook gauw snelle nieuw personeel kunnen vinden. Maar aan de andere kant ook professionals die met elkaar willen samenwerken. Of bijvoorbeeld als ik iemand zoek voor het maken van een website. Ik doe een oproep en er wordt gelijk iemand aangeboden. Of ik heb zelf iemand in mijn netwerk. Dus ja, het is gewoon een heel mooi online netwerkplatform waar je snel kunt schakelen, heel veel informatie ook kunt genereren. Dus ja, heel veel mogelijkheden. Voor wie is dit boek het meest geschikt? Het boek is echt geschikt voor mensen die in de sales manager functie zitten of accountmanager, relatiemanager, maar ook voor marketing, communicatiemensen, HR, ZZP'ers, iedereen die meer wil halen uit LinkedIn en die zichzelf goed wil profileren als expert. Dat is het belangrijkste en daarmee kunnen mensen dus dan ook de insteek kiezen die ze zelf willen. Zelfs werkzoekenden zouden er nog iets aan hebben, alleen ik ga niet heel erg in op het aspect werk zoeken. Maar het is voor iedereen die gewoon zelf een professioneel profiel wil en meer eruit wil halen. En waarom adviseert u mensen dan om dit boek te gaan lezen? Ja, omdat ik vind dat je toch in ieder geval als professional goed profiel moet hebben. Dus als jij niet een workshop wilt volgen, neem dan in ieder geval het boek ter hand. Loop het door, kijk gewoon ook wat je ervan kunt gebruiken. Het is een handleiding, naslagwerk, je hoeft ook niet alles toe te passen. Maar zorg in ieder geval voor je digitale visitekaartje, dat je die professioneel op orde hebt. Heeft u dit boek alleen geschreven of heeft u er veel hulp bij gekregen? Nee, ik heb het alleen geschreven. Ik heb het altijd alleen geschreven. Er is nooit hulp bij. Ik gebruik wel heel veel informatie natuurlijk die ik zelf verzameld heb van anderen. En ook LinkedIn-medewerkers zelf, maar ik heb het wel helemaal zelf geschreven. Aangezien uw e-book Handleiding van LinkedIn erg goed verkocht is, verwacht u ook dat dit papieren exemplaar dan net zo goed gaat verkopen of misschien nog wel beter? Nou, het loopt al hartstikke goed. Nog voordat het uitgebracht was ook al 250 verkocht. Dus ik hoop dat dat alleen maar meer wordt als er op een gegeven moment ook recensies komen. En ja, ik denk dat er genoeg doelgroep voor is. Dus ik ga ervan uit. Hoe lang leeft LinkedIn nog volgens u? Ik denk dat LinkedIn... Ik denk van alle social media platformen heb ik het meest vertrouwen in LinkedIn. Juist omdat het zakelijk en professioneel is. Ze zijn ontzettend goed aan het ontwikkelen. Microsoft heeft het overgenomen. Die gaat ook nog heel erg veel doen met data. Dus voor mensen is het ook een steeds waardevollere database waar ze heel veel informatie uit kunnen halen om goede dingen te doen. Dus ik vertrouw erop dat het voorlopig nog niet overlijdt. Wat is uw gouden tip om actief te zijn op LinkedIn? De gouden tip, ja, dat is heel erg moeilijk. Ik denk, zet jezelf gewoon goed neer. Zorg ervoor dat je professionele digitale visitekaartje op orde is. Iedereen die een afspraak heeft tegenwoordig met iemand, checkt gewoon eerst op Google. Komen vaak uit op je LinkedIn profiel. Ja, heb jij gewoon geen foto of een rare foto of een slechte tekst of niet ingevuld profiel? Ja, dan sla je toch snel een flater. Dus zorg ervoor dat je die in ieder geval goed op orde hebt.